Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi is al naar school. Wij zijn met Liam net naar een nieuw schooltje geweest te kijken. Want daar mag hij vanaf september heen. Ja. Ik ga zo dadelijk uitleggen hoe en wat. Maar nu eerst gaan we fruitje eten, hè, Liam. Papa en Liam zijn lekker fruitje aan het eten. En even uitleggen over waar we zijn geweest. Het Sprookjesbos zijn we geweest. Is het niet Sprookjesboom? Nee, Sprookjesbos. Oké. Dat is de peuterspeelzaal eigenlijk. Ja. En dan gaat Liam, als hij anderhalf is, gaat hij daarheen. Ja. Dus in september. Ja. Dat is een regeling hier in de gemeente. Die doen gezinnen zoals wij. Probleemgezinnen. Ja, gezinnen die het druk hebben. Ja, gewoon die overlopen soms en alles, willen ze vanuit de gemeente een beetje ontlasten. Daardoor hebben ze iets opgezet, waardoor... Dreumesarrangement. Ja, zo noemen ze dat. Waardoor zeg maar Liam toch met kindjes in aanraking komt van zijn eigen leeftijd. Want op dit moment is dat natuurlijk niet. En Jordi is toch anders dan de gewone kinderen. Mm-hmm. Om het even... stom gezegd te hebben. En vandaar dat wij hier ja op hebben gezegd en hiervoor gekozen hebben. Ja. Ja, dus in september gaat Liam op de woensdag en de vrijdag gaat hij naar schooltje. Ja, vond je het leuk op het schooltje? Het hele lokaal heeft hij al gekend. Ja, hij heeft alles al gezien, hè? Zelfs de keuken. En je hebt je bordje al helemaal leeg. Dat is gewoon op. Hij heeft zijn hele bak fruit op. Heb je zoveel honger? Mwah. Is je gewoon op? Zal mama het bordje pakken? Mama pakken? Papa geven. En papa geven. Ben ik ook vanaf. Gaan we eventjes je handjes poetsen. Ja, even spelen en dan gaan papa en mama weer aan de slag. Oh, we gaan eerst even drinken. Hier, drinken. Niels, ben je er klaar voor? Ja, Liam dacht dat we gingen verhuizen volgens mij. Ja, die zou geen enkele woonkamer leeg worden. Maar wij gaan texten. Ik heb eten besteld en wij eten van chicken fries. Liam die heeft, want er zitten ook frikandelletjes bij. Liam heeft lekker frietjes en frikandelletjes. Jordi die eet dat niet, dus die krijgt bonen. Bruine bonen, dat vindt hij lekker. En dit is ongeveer wat we ervoor hebben. We hebben er ongeveer €23 voor betaald. Kippies. Kippies. 4 frikandelletjes. Liam heeft er dus al eentje van. Frietjes. En nog iets met kip. En mayonaise. Maar Liam, die is al lekker aan het smikkelen. Hé jongen? Maar die zal voornamelijk frietjes eten. Want ik weet niet wat hij met de frikandelletjes doet. Die moet hij nog proeven. Proeven? Nee? Nou, dan gaan we dadelijk zien wat hij wil. Ja.
Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ik ben eventjes grasmaaier aan het spelen met Jordi. Jordi, ik ben niet bij de tunnels. Ben jij zelf geweest van de week? Hou eens op. Ja, Jordi, dat kan. Oh, echt serieus. Nou. Wij zijn dus opgestaan en we hebben heel veel gedaan. We hebben echt heel veel gedaan. Hè. Niels heeft nog het rolgordijn opgehangen. En wij gaan vandaag ook weer verder. De broer van Niels die komt schilderen. En ik ga zo dadelijk hier verder schoonmaken. En de was doen en alles erop en aan. En dan gaan we kijken waar het schip strandt. We hebben geen doel gezet. Het enige wat we willen is het schilderen af. Eigenlijk. Dat is het enige wat we vandaag echt willen. En dan gaan we kijken hoe het loopt. Deze lekker vreetzakkie van me. Die heeft zijn hele bak fruit helemaal opgegeten. En er zat gewoon een bergje op, hè. Ze heeft hem helemaal opgegeten. Wat zat erin? Aardbeidjes, meloentje, wilde perzik. Dus ze heeft lekker gehapt. En deze grote vreetzak heeft ook een hele bak op. Alleen van hem moet ik het pureren. Ik ben even met Liam naar de winkel geweest. En Niels die heeft met zijn broer dingen geregeld, want die schildert. Die heeft boven nou geschilderd, toch? Ja, de raam van de kinderen. Van Liam en Jordi. Ja. Of van Sam en Jordi eigenlijk. Ja, maar voor nu Liam en Jordi. En mijn klokkie is binnengekomen. Jee! Ik had die klok besteld, omdat ik die heel graag wou. Die wilde ik al heel lang. En ik heb ook nog andere dingen voor hier besteld hoor. En voor daar. Maar die komen nog binnen van de week. Volgende week. En Sammetje heeft net zijn fles gehad. Ja, we willen hem alleen niet opdrinken. Nou, dan is dat zo. Hij zit goed in zijn flessen, dus... En wij gaan hier dadelijk weer aan de slag. De twee oudste kids, die liggen al in bed. En wij gaan zo dadelijk hier weer verder. Want ja, hè, ook dat moet gebeuren. Weet je waar ik nou zo erg van kan genieten, hè? Mijn kindjes, die slapen. Ik zou dan het liefst tegen ze aan willen kruipen en gewoon lekker zo mee kroelen. Ik had Tom Poes meegebracht vanuit de winkel. En Niels is nu Jordi aan het geven. En Liam die krijgt van mij. Nu we samen Tom Poesje eten, hè? Vindt die lekker? Jordi is ook aan het genieten, maar die film ik even niet. Want Niels CSC, provisorisch aan het eten geven, werkt niet altijd.
Maat, even voor je vrienden, maar niet aan de muur, hè? Nou, dit is dus het resultaat van Tom Poes eten, hè? Ja. Was lekker. Was het niet lekker? Hoe kan dat nou? Jawel, het was wel lekker. Volgens mij was het wel lekker, hè? Papa, wil je voor ons even een doekje pakken? Ja. We zitten lekker te eten. Liam die heeft ook lekker bordje. Ben je lekker aan het happen, hè? Lekker, hè? Lekker happen. Wij eten koude schotel, aardappelschotel, een stukje vlees en salade. Liam die heeft ook eigenlijk een beetje dat. Oh ja, we hebben ook een eitje erbij. Jordi die krijgt iets met snijbonen of sperziebonen, weet ik het in ieder geval. Het zijn bonen. En dat is Jordi aan het eten en hij is lekker aan het smikkelen. Dus dat is wat we nu aan het doen zijn. Lekker eten, hè? Lekker stukje. Liam die is heel veel aan het ontdekken qua eten. Want we laten hem echt heel veel stukjes eten nu. En we kijken gewoon hoe ver het komt. Als hij nou zo is dat hij echt te weinig eet, dan maken we gewoon een potje los. En dan krijgt hij een potje. Maar voor alsnog eet hij gewoon super goed, hè papa? Mm-hmm. Alles slaapt hier. Niels die is met de ramen bezig aan het afkrabben. En ik ben klaar met de vloer van de woonkamer en de keuken. Die heb ik helemaal geschopt. Dus helemaal netjes. En nou ga ik flesjes afwassen. En de keuken doen. Ja. Houd niet op, niet vanzelf. Kun je deze lamp aanzetten? Die? Ja. Welke die? Die mooie. Waha. And then there was light. Goedemorgen. Niels is vanochtend met kindjes aan de slag gegaan. Ik was zo moe en zo brak van mijn lichaam. Dat hij heeft gezegd van blijf maar even liggen hoor. Ik doe dat wel. Dus ja, dat is wat Niels gedaan heeft. En nou is hij een stukje raam nog aan het afkrabben. Dan kan ik straks de ramen wassen. En ik moet straks mijn vaccinatie halen. Dus daar ga ik ook nog eventjes de formulieren voor opzoeken. Nou, het zit erop hoor. Ik heb hem. Ik zal even mijn mouw opstropen. Ik heb hem. Ja. Mama is gevaccineerd. Nou is ze magnetisch. Liam heeft de reddingshelikopter bij jou. Heeft Liam de reddingshelikopter? Oh, dan kan die mama mooi naar het ziekenhuis brengen dan. Jordi is ook nog wakker. Nee. Sam die ligt ook hier. En nu gaan we weer naar huis. Kan ik ramen gaan wassen. En wie is er hier alweer wakker? Alle kindjes zijn weer wakker. Hola die. Hola die. Nou, ik heb het geprobeerd.
Nee, ik ben dus niet magnetisch. Nee, ik, zoals ik straks al zei in de vlog, ik ben gevaccineerd. En je hoeft het niet met me eens te zijn. Als jij geen vaccinatie wil, prima. Laat elkaar gewoon lekker in de waarde. Ik heb het wel gedaan. En ik zeg niet dat een ander het ook moet doen. De keuze is geheel aan jezelf om het te doen. Niels laat zich van de week ook vaccineren. Maar nogmaals, de keuze is aan jezelf. Ik persoonlijk heb het wel gedaan. Puur en alleen omdat we ook Jordi hebben. En als ik toch iets mee naar huis breng waar hij last van gaat krijgen of wat dan ook. Ja, ik denk dat ik mijn eigen toch wel kwalijk daarop aankijk. En ik denk dat als Jordi ziek wordt en ik ook ziek en Niels ziek, dan kunnen we ook niet goed voor hem zorgen natuurlijk. Het is ook zo, we hebben het gewoon gedaan voor onze eigen redenen en voor onze eigen doeleinden. Wat een ander doet, moeten ze lekker zelf weten. Wat een ander ervan vindt, moet je lekker zelf weten. Wij hebben het in ieder geval, ik heb het vandaag gedaan, Niels van de week dan. Ja, wij hebben gewoon deze keuze gemaakt. En als je zelf niet gevaccineerd wil worden, prima. Het is een keuze die je zelf maakt. Laten we elkaar gewoon lekker respecteren en in je eigen waarde laten. Je bent vrij om te kiezen in dit land natuurlijk. En ik kijk ook niemand erop aan als ze zichzelf niet laten vaccineren. Ja, dat wilde ik gewoon even gezegd hebben. Ondertussen heb ik wel mijn ramen helemaal schoon. Buiten aan de voorkant moet ik nog wel even doen, maar dat doe ik morgen of zo even. Ik ben nog even aan het poetsen en zo dadelijk weer eten maken voor alles en iedereen hier. En ja, voor de rest zijn we gewoon lekker bezig. Straks is voetbal natuurlijk, in Nederlands elftal. Niels is al in zijn oranje shirtje en ja, laten we hopen op een goede afloop wat betreft Nederlands elftal. Ik heb lekker pizza gemaakt. Jordi krijgt wortelstamp. Die had ik al in de vriezer. En Liam krijgt ook pizza. Want mama had pizza gemaakt, hè? Jordi wordt nog heel even verschoond. Omdat, ja, dat moet altijd bij Jordi voordat hij gaat eten. Ja. Het is ook aan het omleren nu. Het is nog iets te warm, jongen. Jij krijgt zo. Mama, even blazen. Kom eens. Hier, heb je alvast een stukje dat wel kan. Wat? Is niet lekker. Wel toch? Op de pizza zit van alles. Prei, paprika, ananas zelfs, ham. Champignonnetjes. Er zit van alles op. En kaas natuurlijk. Dus ja, laten we lekker gaan eten. Zo pakt Jordi dus altijd zijn hapjes. Hij kan niet de hele tafel filmen. Dat gaat niet.
Doet. Yummy, lekker stampotje. En Liam is ook lekker aan het eten. Dus wij gaan hier eventjes lekker eten. Eerst even papa's reactie op de pizza. Lekker. Smaakt goed, mama. Mooi. En dit is alweer het resultaat. Hij heeft hem bijna op, het bordje. Lekker, lekker, lekker. Lekker snoep en smullen, hè, jongen. En Jordi ook. En papa ook. Was lekker. Ja, is lekker. Ja, ik ben klaar. Vind je het ook, Jordi? Vind je het ook lekker? Dat is ook zijn laatste hapje, toch, papa? Ja. Dat was een heel groot bord. Lekker, hè, Jordi? En het is zo bijna droog. Ja, het is nu een heel eind droog. Het heeft even goed de keer gegaan hier in ieder geval. Liam die keek zo hoog uit. Het heeft teleurstellend gespeeld, hè? Ja. Ja. Helaas, we zijn eruit. We zijn er niet bij en dat is prima. Dat is niet prima. Of is dat niet prima? Ik krijg wel van al de sport waar jij wil kijken. Maar ja, helaas, ze zijn eruit. We moeten toch maar even Formule 1 kijken dan, hè? Maar binnenkort begint de Eredivisie weer, dus... Oh, kap ermee alsjeblieft. Oh, ik heb er altijd zo'n nekel aan en de gevoetbal en de... Nee, ik kijk nog net geen tennis en schaatsen. Maar, ja. En soms is er dag op tv. Ja, hou maar op. Ik word alweer niet goed. Ga dan naar mijn nest toe. En we gaan ook deze upsen nou nu afsluiten. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.